Goeiedag, Frank de Blanke hier met een video over hoeveel sets moet je doen per oefening. Nou, dit is natuurlijk grotendeels afhankelijk van het doel dat je hebt. Dus ik heb aan deze kant heb ik al het doel opgeschreven. Maximale kracht. Denk aan een powerlifter die één herhaling van een bepaalde oefening wil kunnen. Wil je sterker worden, dan train je op kracht. Functionele hypertrofie. Je wil sterker worden, maar ook meer spiermassa krijgen. Denk aan meer richting atletisch. Hypertrofie is gewoon spiermassa toenemen en uithangsvermogen. Dat zijn eigenlijk de systemen waarin je gaat trainen. Nou. Uiteindelijk, wat gaat het erom? Stel, je gaat op maximaal kracht focussen, ga je veel minder oefeningen doen. Je doet één oefening per set, omdat je wil beter worden in de vaardigheid van een speciale oefening. Denk, je gaat bankdrukken, je focust je puur alleen op bankdrukken. Je gaat niet denken aan flies en dat soort dingen, je bent aan het trainen om sterker te worden in een oefening. Je kan prima maximaal kracht oefenen op bankdrukken, maar met een fly heb je niet heel veel effect. Nou, hoeveel sets zou ik aanraden om daarvoor te doen? Ongeveer 10 tot 20 sets. Dus je doet dat echt. Het is een hele eentonige training. Maar bijvoorbeeld 10 setjes van 3. 20 sets van 1. Dat zijn allemaal sets die je kunt doen als je echt puur focust op maximaal kracht. Zal je niet heel veel zien voorkomen. Maar dat is echt hoe het ingedeeld zou kunnen worden. Nou, gaan we naar de volgende. Even spieken. Ik heb ze allemaal netjes opgeschreven. Nou, doe je 2 oefeningen. Dan zie je ongeveer tussen de 5 en 10. Ik ga hem gewoon rustig in. Ga je meer naar de kracht toe? Dus denk aan principe 5x5. Een heel bekend krachtprincipe. Daar valt deze onder. Dan zit je ongeveer tussen 3, 4 en 5. Maar als het tussen 3 en 4 oefeningen, dan doe je 4 tot 8 sets. Oké, en afhankelijk van hoeveel oefeningen je doet, hoe minder sets je gaat doen. Dus voor de meest belangrijke, waar de meeste mensen voor zullen kijken, is hypertrofie. Raad ik aan ongeveer 6 tot 7 oefeningen bestaat je training uit. 1 tot 3, misschien 4 als je wat langer traint. Dus dit is als je minder dan 3 jaar traint. Dit is als je meer dan 3 jaar traint, dan zal je volume iets hoger zijn. Nou, dus waar het op neerkomt. Train je op kracht. Heel veel sets, weinig oefeningen. Train je op uithoudingsvermogen 1 à 2 setjes, meer dan 10 oefeningen. Dus dan wordt het echt wel heel eentonig. Maar dan ga je meer richting circuittrainingen. Daar moet je dan aan denken. Nou, hypertrofie tussen de 1 en 3 sets, ongeveer 6, 7, in sommige gevallen 8, 9 oefeningen. Maar niet te veel. Ik heb van de week van een aantal van jullie trainingsprogramma's gekregen van kan je deze beoordelen. Sommigen hebben 12 tot 14 oefeningen staan. Dat is veel te veel voor spiermassa. Ik zou aanraden, iedereen die onder de 3 jaar traint, max 6 oefeningen in een training. Kies bewust 2 compound oefeningen, bijvoorbeeld een squat en een deadlift. En dan nog 4 isolatieoefeningen erbij. Daarmee doe je echt ruim voldoende. Doe het trainingsvolume toepassen uit een van de vorige video's en je gaat echt progressie boeken. Nou, denk je Frank, ja dit is allemaal leuk wat je vertelt, maar dit is vrij ingewikkeld. Nou, 4 september gaat mijn shredding programma weer open. Dat is een programma van 12 weken. Waarbij ik mensen ga helpen om zoveel mogelijk vetmassa te verliezen met spierbouw. Wil je daar aan meedoen of heb je daar interesse in? Kan je de link hierboven of hieronder kan je op klikken en dan krijg je meer informatie over het programma. Nou, heel veel succes. Heb je nog een vraag? Stel hem hieronder. En ik spreek jullie snel.